zoiets verzin je niet. Je hebt het altijd geloofd? Ja, ik heb het altijd geloofd. Ik bedoel, ik heb wel van hem, door hem geleerd dat je alles dubbel moet checken. Maar sommige dingen geloofde je, omdat zoiets verzin je niet. Bijna achteraf moet hij daar zeker spijt van hebben gehad in zijn latere leven. Want hij is zo eenzaam geworden later. Dat, dit kun je ook bijna niet meer goedmaken. Hij had naar mij toe kunnen komen en kunnen zeggen, want ik heb toch vrij lang heel goed contact nog met hem gehad en intiem. Maar dat bijvoorbeeld over dat kind heeft hij mij nooit de waarheid verteld. Nooit. Zo, kunnen we zien wat we zeggen. En deze is dan het te veel gespeelde. Het omhoog kijken van ik ben de dichter. Wat ik het meest voel is dat ik hem in de steek gelaten heb. Hij heeft niet tegen mij durven zeggen dat het echt was. Of dat het niet echt was. Of wat er wel waar was. Dus hij heeft ook tegen mij een pose opgehouden. Waarvan ik dacht van, dat hoort niet in de vriendschap. Maar dan heeft hij jou in de steek gelaten? Nee, dat voel ik, dat zou je kunnen zeggen. Maar zo voel ik het niet. Ik zoek dan toch gauw fout bij mezelf. Dan denk ik van ja, wat ligt er dan aan mij dat zoiets kan gebeuren? Heel geestig is, dat is wel grappig. Hij ondertekent met, en dat snappen alleen insiders, Wijn, Boudewijn, baron van Stien tot Lap. Stien was de mevrouw die bij mijn grootmoeder, die dus niet helemaal 100% was, zeg maar het labwerk deed en de gang dweilde. Tante Stien noemden wij die. Dus dat was een parodie op Stien. En Lap was van Laboratorium Webu. Dus het was Wijn, baron van Stien tot Lap. En alleen ik begrijp dat dan wat dat is. Er is nooit ruzie geweest, overigens. Het moment dat het beëindigde was eigenlijk omdat ik in contact kwam met mensen die ook Boudewijn kenden. En ik regelmatig Boudewijn betrapte op allerlei verhalen die niet klopten, die ook niet strookten met de werkelijkheid. Toen ik hem daarop aansprak, ja, toen kwam hij toch eigenlijk in een problematische situatie. En heeft toen gekozen om de relatie stop te zetten, omdat hij anders veel te veel moest gaan verklaren. Wat ik dus wel weet, is dat hij zich steeds meer ging afzonderen en steeds meer op zichzelf terugtrok. En eigenlijk niemand tot zijn wereld toeliet. En wat platter gezegd zou je kunnen zeggen, misschien was hij dan ook bang dat hij door de mand zou vallen. En dat dan zou blijken dat bepaalde verhalen toch minder op de werkelijkheid waren geënt dan hij deed voorkomen. Dat had hij als kind ook al een beetje. Maar hij heeft zich dat toegeëigend en ook ontdekt dat je met drama en ellende meer aandacht krijgt dan met plezier en een lach. En hij heeft dat te pas en te onpas ook ingezet. Het is een methodiek eigenlijk geworden. En daarvoor vind ik ook wel dat hij dat meesterlijk heeft gedaan, hoor. Hij heeft het eerst verzonnen en daarna heeft hij het waar gemaakt. Ik denk niet dat zijn boeken de literatuur zijn, maar ook al wilde hij dat heel graag, maar dat zijn leven de literatuur is. Je leven als kunstwerk. Mocht u geïnteresseerd zijn, de veiling van Buurs Nalatenschap waarover we het hadden vindt plaats op woensdag 22 september bij Sotheby's in Amsterdam. De kijkdagen zijn van vrijdag 17 tot en met zondag 19 september bij datzelfde veilinghuis. Tot zover deze uitzending van Netwerk. Voor meer informatie over Boudewijn Buch kunt u terecht op www.netwerk.tv. Morgen zijn we er weer. Voor nu dank voor het kijken. Goedenavond.